Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van 50 euro. Aanmelden met je Gmail-account. Goedendag kijkers, welkom bij dit vraaggesprek. Wij bevinden ons op het kabinet van de president. En we zullen dus een gesprek voeren met een van zijn adviseurs. Dat is in deze de heer Pertab Bisombaar. Meneer Bisombaar, er is nu een discussie gaande rond de Mennonieten. Ik zal meteen daarmee starten. Ook het kabinet van de president wordt genoemd. Wat kunt u zeggen over de kwestie rond de Mennonieten? Van mijn kant zeg ik ook natuurlijk van harte goeiemiddag of goeiemorgen wanneer u kijkt naar het programma. En natuurlijk, ik denk dat er concreet beleid wordt gevoerd door de president. En de president bij laat me zeggen, in de Nationale Assemblee duidelijkheid, helderheid heeft gebracht over het gebeuren. En de president heeft aangegeven dat inderdaad 2 jaren terug er een aanvraag is geweest van Mennonieten. En dat op basis van die aanvraag er toen is besloten om een 50-tal van hun de gelegenheid te geven om in Suriname een pilot te komen draaien. En op basis daarvan dat ze dus over eventueel terrein zouden kunnen beschikken. En de president heeft ook aangegeven dat tot op heden dat via het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er geen enkel verzoek binnengekomen is van Mennonieten dat ze zich hier in Suriname willen komen vestigen. En dan is wat dat betreft voor mij de koos ervan af. Voor mij is het duidelijk en helder. En we weten wat de stand van zaken hier op het kabinet van de president is. En ik geef aan dat het duidelijk en helder is, maar toch merken we een bepaalde discussie op voornamelijk social media. Als zouden de regering de Mennonieten dus grond hebben gegeven en dat er dus meer hierachter zit. Je bent adviseur van de president. Wat zegt u van deze plaatsheid aan de mensen die nog twijfelen aan de informatie die de president heeft gegeven in het parlement? Er zijn waarschijnlijk pogingen gedaan door tussenpersonen om dus aan grond te komen. En ik denk dat nu met dit alles, dat die pogingen uiteindelijk gaan stranden en dat er helderheid in de samenleving komt van waaruit, welke hoeken de pogingen zijn ondernomen. En ik denk dat de regering dus daarover helemaal helderheid en duidelijkheid zou moeten brengen. De minister van GBB heeft ergens ook nog een beleidsverklaring uitgegeven en daarover is er ook heel veel discussie in de samenleving of het wel of niet is uitgereikt. En ik denk dat de minister van GBB daarover heel concreet zou moeten uitkomen en aangeven wat de stand van zaken is. En ook de minister van LVV hebben we gehoord die aangeeft dat de Mennonieten eigenlijk de regering voor de gek willen houden, om het zo te zeggen. Kijk, het is één geheel. Als 2 jaren terug is besloten om een aantal Mennonieten de ruimte te bieden wanneer ze hier in Suriname landbouw willen komen doen, om een pilot te komen draaien. Dan is het een aangelegenheid geweest van de hele regering, vanaf de president tot en met de minister van LVV. En het is in gezamenlijk overleg geweest. En als er nu dus andere verhalen de wereld ingeholpen worden, dan heeft de minister van LVV groot gelijk om te zeggen dat het lijkt alsof een aantal mensen, en misschien ook Mennonieten, zaken anders in de samenleving willen brengen en daardoor de regering in discrediet willen stellen. En als we praten over het grondbeleid, over het algemeen, heer Bisombaar, er zijn nog tal van berichten die rondgaan waarbij men praat over gesjoemel rond grondconversie. Ja, maar er is ook een unit op het kabinet geplaatst. Wat is het verschil tussen die unit op het kabinet die gaat over grondzaken en de werkzaamheden van het ministerie zelf? Grondwettelijk is het dus de regering en bij monden van de minister van GBB die bevoegd is om dus zaken te maken hebben met grond, met percelen, om dus daarover hun oordeel te vellen en al dan niet toe te kennen aan mensen, aan de burgerij.
En vanwege de vele, laten we zeggen, klachten die er dus binnen de samenleving is geweest de afgelopen periode, heeft de president gemeend om binnen het kabinet van de president een unit in te stellen waar mensen, wanneer ze klachten hebben, dat ze dus die klachten daar kunnen deponeren en dat de president rechtstreeks via die unit op de hoogte is van wat er reilt en zeilt binnen de samenleving. En dat de president via die unit ook nog probeert voor die klachten die binnenkomen, om dan samen met het ministerie van GBB en de unit bij elkaar, om dan die problemen opgelost te krijgen voor de samenleving. Dat is het geval en niks anders. Er is niet een ministerie van GBB hier op het kabinet van de president, maar er is een unit die bemiddelt bij klachten. Dus het is niet zo dat die unit die natuurlijk op het kabinet van de president gevestigd is, dat die unit eigenlijk bepaalt wat er gebeurt op het ministerie. Dat is dus niet juist. Dat is helemaal niet het geval. Het is een unit die bemiddelt bij klachten. Dat heb ik net al aangegeven. Ik benadruk dat nogmaals. En dan tot slot, heer Bizumbar. We hebben de heer Van den Berg gehoord die ernstige beschuldiging heeft geuit aan het adres van de regering. Ook het ministerie van LVV. U bent adviseur van de president. U bent deel van de regering, om het zo te zeggen. Ja, hoe kijkt u er tegenaan, de beschuldigingen van de heer Van den Berg? Ik wil hierover een klein stukje inleiding geven naar de kijkers en de luisteraars, de hele samenleving toe. En ik kan hierover heel breed praten, omdat ik ook deel uitmaak van de pluimveegemeenschap in Suriname. Heel prominent zit ik erin als ondernemer. Ja. En ik zeg dit, eigenlijk zou ik dat niet in zo'n programma moeten zeggen, maar ik zeg dit. En ik ben vanaf begin van deze regeerperiode betrokken geweest bij beleid die deze regering heeft gemaakt ten aanzien van pluimvee. En nog bezig is te maken. En in dat kader denk ik dat de heer Van den Berg, die als vrijwilliger hier als ondernemer is gevestigd, ik dacht ergens in de jaren 2013, 2014, dat hij zich hier is komen vestigen. Ja? En dat hij dus nooit met pluimvee, met kippen bezig is geweest, maar met eenden, doksen bezig is geweest. Ja? Dat hij dan op een bepaald ogenblik een inhaalslag heeft geprobeerd te maken met pluimvee. En dat hij dan op een bepaald ogenblik zijn zinnen niet heeft gekregen bij het ministerie van LVV. En toen is overgegaan om allerlei ongenuanceerde uitspraken te doen. En ik zeg het heel concreet. Ja, als hij zegt dat de minister van LVV of de president corruptief bezig is, dan zeg ik heel concreet, ja, dan is deze man niet goed bij zijn hersenen. En als dat het geval is, laat hij met alle stukken naar de PG stappen en een aangifte gaan doen. Ja? Er is hier helemaal geen sprake van corruptie. Er is een beleid die de regering heeft ten aanzien van de pluimveesector. En op basis daarvan, als zaken wat hij voor zichzelf, voor zijn bedrijf gerealiseerd zou willen hebben, als dat niet, laat me zeggen, als daaraan niet tegemoet is gekomen door het ministerie van LVV, dan moet hij degelijk rekening ermee houden. En aan de andere kant weet ik dat er bij het ministerie van LVV er een unit is die zich over alle zaken die geïmporteerd worden van dierlijke kom af, dat zij dus een autoriteit zijn. Het is niet de minister die daarover beslist, maar er is een autoriteit die erover beslist, mogen deze producten al dan niet geïmporteerd worden. En ik weet van heel dichtbij dat er discussie is geweest over importen van broedeieren uit Nederland en broedeieren uit USA. En heel concreet, de samenleving meegevende. USA bestaat uit een aantal districten. Ja? En het is zo uitgebreid, zo groot, dat het een paar honderd maal groter is dan Nederland. En Nederland met een bepaald oppervlakte, als door een afdeling, door een autoriteit is gesteld dat binnen zo'n afstand waar de vogelgriep heerst, dat vanuit zo'n afstand er geen broedeieren geïmporteerd mag worden, dan zou ook elk een ander bedrijf zich daaraan moeten houden. Ja?
Aan de andere kant zeg ik heel concreet ook aan het bedrijf van de heer Van den Berg, en ik ben bij die gesprekken erbij geweest, is er mogelijkheid geboden om uit andere landen, onder andere uit Brazilië, je broedeieren te gaan halen. Haal uit Brazilië of haal uit hetzelfde land waar anderen die al in de pluimveesector actief zijn, reeds halen, haal jij ook. Wie beperkt jou om niet uit ook USA te gaan halen? Wie beperkt jou om ook niet uit Brazil te gaan halen? Want daar is er tot nu toe geen vogelgriep geconstateerd. Dus laat meneer Doxeclub en meneer Gerard van den Berg, laat hij niet met laat me zeggen, rotzooi op deze samenleving aankomen. En ik wil in dezelfde verlengde, wil ik meegeven. We hebben hier in de samenleving, we kennen dat. We hebben die witte mannen met korte broeken gehad. Ja? En als ik zo dat rijtje afga, dan hebben we misschien een 20 jaar terug ook een zekere meneer Van Tol gehad, die ergens dicht bij Kopenhagen bezig was met een melkveebedrijf. En uiteindelijk bleek dat hij door, laat maar zeggen, financiering van een aantal bedrijven, ja, een aantal bankinstellingen, een bepaalde hoeveelheid kapitaal binnen had gebracht voor zijn bedrijf. En daarmee met de Noorderzon is vertrokken. En dat de banken in problemen zijn gekomen daardoor. Dat weten we en kennen we uit deze samenleving. En in datzelfde verlengde hebben we nog meer mensen. We hebben tweeënhalf jaar terug, nog een zekere meneer bij FAI meegemaakt. Die ook met de Noorderzon is vertrokken. En laat de samenleving gaan zitten en uitzoeken en kijken wat er bij FAI is gebeurd. En de meneer die nu bezig is, of als het niet waar is, ja, dan bied ik mijn verontschuldigingen. Maar de meneer die bezig is voor Mennonieten grond hier aan te vragen. En duizenden hectare grond zit aan te vragen. Had ook nog een bedrijf daar in Saramaka. Een sucadebedrijf. En dat bedrijf is als laatste met een grant van 250.000 beschikbaar gesteld door de Europese Unie. Via het ministerie van LVV. Daarmee is hij ook met de Noorderzon vertrokken. Ja, hij heeft die middelen op het laatste ogenblik gehad. En de dag daarna was zijn bedrijf failliet. En het zou me niet verbazen als meneer Van den Berg ook met koffers geld is vertrokken richting het land waar hij nu vertoeft. Dus laten deze mannen in witte mannen in korte broeken, laten ze hun mond gaan houden over investeringen in Suriname. Als ze het zo goed kunnen doen, laten ze komen en laten ze op basis van een evenwichtige concurrentie, laten ze de strijd aangaan en laten ze proberen hier markten over te nemen. Stichting Ontdek Je Plek organiseert een Valentijn-busreis van Amsterdam naar Aken in Duitsland voor €25 per persoon. Ben je gedupeerde van de kindertoeslagaffaire, is dat €15 per persoon. Iedereen krijgt een gratis lunchbox. Aanmelden kan door de QR-code te scannen. Voor meer info WhatsApp naar 06 87 78 6333 of 06 87 48 3695. Let wel, vol is vol. Suriname altijd dichtbij, je sap wat toch? In me ati, Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. We zien dat de heer Van den Berg dus ook in de rechtszaak verwikkeld is geraakt met de heer Kirpelani, dacht ik. Ook zaken die te maken met de banken, geldzaken. Als je het zo bekijkt, kunnen we stellen dat de minister of de regering juist heeft gehandeld in de kwestie van de heer Van den Berg? De regering heeft helemaal correct gehandeld. Ja? Als er nu een pluimvee-industrie in Suriname is
en je gaat dus de belangen afwegen, dan denk ik dat de minister van LVV samen met overige actoren binnen de regering, dat ze een correct standpunt hebben ingenomen. En als er een autoriteit is bij LVV die zich over import van dierlijke producten een oordeel mag vellen en dat zij bepaalde zaken niet hebben toegelaten uit Nederland op bepaalde ogenblikken, bepaalde tijdsbestekken, dan laat ik het aan hun oordeel over. Het is een onafhankelijke autoriteit. Wie zijn wij om dan in hun beleid te komen? Oké, wat zegt u van deze plaats dan aan de samenleving als we hier naar kijken, de kwestie rond de heer Van den Berg, de Mennonieten, als ook het grondbeleid. Tenslotte aan de samenleving, uw boodschap? Laat mij ook aangeven dat dezezelfde meneer Van den Berg ook nog in een rechtszaak is verwikkeld met Kirpalani, een lokale ondernemer. En ik ga niet inhoudelijk ingaan daarop. De samenleving mag opzoeken. Laat de samenleving op Google gaan en opzoeken van wat de zaken daar inhoudelijk zijn en kijken. Ja, tot in hoeverre meneer Van den Berg correct is geweest en welke uitspraken er tot nu toe door de rechter is geweest allemaal. Hoe het in elkaar zit. En daarmee kunnen ze zelf oordeel vellen. Kan de samenleving zelf oordeel vellen van hoe deze witte mannen in korte broeken hier proberen te handelen en over de ruggen van mensen heen. Natuurlijk, ik praat niet vol lof over een Surinaamse pluimvee-industrie. En ik praat niet vol lof over een aantal regeringen die we hier in dit land gehad hebben. We zijn ook een import-economie. En ik heb mijn vraagtekens bij de import van een aantal producten die we hier in Suriname hebben. Waar tegenover wij deze producten zelf zouden kunnen vervaardigen. En broedeieren is een van de dingen. Wat ik zeg van waarom moeten we broedeieren gaan importeren uit de USA of uit Nederland of uit een ander land. Maar waarom kunnen we dat niet hier 100% gaan produceren? Dus zo op die manier heb ik mijn vraagtekens. Laat de samenleving nadenken. Laat de samenleving samen met ons nadenken. En laat de pluimvee-industrie en ook eventuele nieuwkomers. Ja? Laten we samen aan tafel gaan zitten en laten we kijken. Een van de zaken binnen de pluimvee-industrie is dus de grondstoffen voor veevoer. En daar, in dat kader heeft de regering dus grote lappen grond nodig om hier zelf mais en soja te kunnen produceren. En daarvoor is de regering dus nu bezig om voor het ministerie van LVV lappen grond beschikbaar te stellen. En met die lappen grond zou dan het ministerie van LVV ondernemers moeten interesseren om ertoe over te gaan om die producten hier te gaan produceren. En ik denk dat elke Surinamer met mij het eens zal zijn dat het een onkan is dat we nog mais moeten importeren, dat we nog soja moeten importeren. Dus laat dit alles gezegd zijn en laat de samenleving dit weten. Eight for it new, go look up to new, culture on yunsu, paste fastrati fref buntu, unde bon new, sadef arkina new, culture on yunsu, paste fastrati fref buntu, Suriname so an hele clan, mako dep ti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, my efu bondru kwa wang, tak wesre kama masra lang, be no one sama, no abif kwari, no abif sari, yeah, be ya kriyoul, ya fans of shini, esha idol in the stance of enemies, dambo taki, on the right place. Hey!
so so smart and sa biggie biggie. No, we go ask her for luck if they low babo late. We go arka problema food they smile in the wake and really be sweetie. So long as I pay you the way swing committee. Yeah. Druk tap alleen, make we stelling op prijs. Sterker kan wel, want united say wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar de na haar gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefschat, statistieken schrijven overweeg dat. Ja, had je iets tegen in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. No fake, no joke, ja, anjo su prespari. E fu bon drukwa wanda mine kou da ushwari. Ja, anjo su nesari, why begin te wa klari. Tus krijt en share, make the fans fi arki. Ja, we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapat strati, ka kwang ai kragi. U de borei dwen, aksa falok fai kwang a de steiging. E fu vergelijk ding, u a babo weis dwen. Da u ka verweis ding, bona beleis ding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek weet aan mij dat volk voor de ta eis ding. Want hoe beweer ik kom af voor de kotjes geen ding. En hoe goed naap de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Kultuur unionsu. Pas te pas gratis respuntu. Hoe de benieuw. Sadef arkina nieuw. Culturu nyunsu, pas te fas gratis respuntu.